Minister Oerekuut Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting doet een beroep op de gemeenschap om mensen met een beperking niet onheus te behandelen. De bewindsman zegt dat elke beperking anders is. Sommige zijn zichtbaar en andere weer onzichtbaar. We moeten met iedereen rekening houden. Vooral in deze tijd waarin we elkaar hard nodig hebben, meent de bewindsman. Laten we elkaar niet beoordelen aan de hand van hoe u eruit ziet. Laten we geen vooroordelingen doen, want we hebben broeders en zusters waarbij hun beperkingen niet altijd te zien zijn. Het kan zijn dat het mentaal is, het kan zijn dat ze simpelweg slechtziend zijn of slechthorend zijn. Maar ik wil dan aangeven dat vanwege COVID, vanwege de situatie waarin de wereld in zit, dat ze een veel slechtere positie hebben. Bij deze noem ik een dubbele beperking hebben vanwege hoe wij momenteel zouden moeten aanpassen en leven. Dus ik vraag dan waar u dan een helpende hand zou kunnen geven dat u dat geeft, waar u een luisterend oor moet geven dat u dat geeft. En bij deze heeft de regering van ons kant uit besloten dat wij een substantiële verhoging geven daar van 1750 uiteindelijk, welke is ingegaan vanaf 1 maart. We zijn nog meerdere maatregelen aan het uitwerken, waarbij ook de seniorenburgers die een beperking hebben, die AOV genieten, maar nog steeds niet genoeg is, dat we daarnaar ook kijken. Aldus minister Ramsaran, hij garandeert de samenleving dat elk verzoek dat wordt gedeponeerd bij SOSAVO serieus wordt genomen. Hij is de gemeenschap dankbaar voor het getoond geduld. En dat wij, apart van het IDB, onze sociaal vangnet ook nog hebben uiteengezet, waarbij een beleidsnota 2022 dan is goedgekeurd. En dat wij binnen onze beleidsnota de 3 verhogingen hebben meegenomen. Misschien tot slot dat ik dat toch even meeneem, dat de samenleving dan geïnformeerd is. De regering heeft besloten om een 3e verhoging te implementeren voor 3 beleidsmaatregelen ten aanzien van de uitkeringen. We hebben dat van AOV meegenomen, dat AOV voor bij de 2e keer 1000 was en bij de 3e keer nu 1250 zal worden. Het is al ingegaan eigenlijk sinds 1 maart. Ten aanzien van sociaal zwakke huishoudens. We hadden het aangetroffen bij 33, gebracht naar 500, gebracht naar 1000, sorry. En we zullen het dan brengen nu naar 1250. Dat is toch wel een mooie verhoging, zeker meer dan 100%, richting de 500% en 1000%. Want we praten over 33 SCD richting 1250. En we hebben ook de sociaal, de mensen met de beperking. De verhogingen zijn per 1 maart ingegaan en de betalingen worden gedaan, aldus de minister.